Vroeger hadden we hier in Kloosterburen een Groene Kruis. Wel eens aan gehoord? Ja. Ja, dat was gewoon een vereniging voor de medemensen om die te helpen. En we hadden hier in Kloosterburen geluk. Ik ben zelf niet katholiek, daar zeg ik er een bij. Maar Kloosterburen was in die tijd voor 70% katholiek. En die hadden een klooster hier. En daar zaten nonnen in. Verpleegsters. En die werkten ook voor dat Groene Kruis. Totdat de overheid zegt daar zo in Den Haag. Ja, maar wacht eens even, dat moet anders. Nou, en jullie weten wat er anders was. Dat hebben we ook meegemaakt. Hier en daar werd een kantoor met mensen gezet. En dat is dan 20, 25 jaar zo gegaan. Totdat dat niet meer kon. Het was niet meer te betalen. En nou zakt dat weer aan elkaar. En nu zijn we weer net als vroeger. We hebben de nonnetjes weer nodig. Ja, maar nou zijn die nonnetjes er niet meer. Nee. Nee, die zijn er niet meer. In die moderne tijd is dat een hotel geworden.